Vandaag ga ik weer een rondje Goffert lopen. En met iemand die normaal achter de camera staat. Hij vindt het spannend, vandaag gaan we voor de camera. Ik ga namelijk een rondje lopen met fotograaf Rob Koppers. Hey Maurice. Rob. Hey. Ja, dus even wennen van achter de camera, voor de camera even. Nou, een beetje spannend. Ja, dat snap ik. Hey Rob. Ja, jij loopt al heel wat jaartjes hier op de Goffert rond, hè? Ja, al ruim 50 jaar. Ja? Ben je geboren Nijmegenaar? Geboren Nijmegenaar. Heel lang getogen. De laatste 20 jaar verhuisd naar Beuningen. En ja, ik heb NEC eigenlijk vanaf mijn kleine jeugd al gevolgd. Mijn oom voetbalde hier bij de amateurs ooit. En die nam me mee naar een wedstrijd op de Hazenkamp. Na een hele belevenis. Ja? Ja. Bedoel, dat was in de tijd dat we nog minimaal 20.000 man op de tribune al zitten. Ik weet nog niet, volgens mij was het een grote wedstrijd, zelfs nog Ajax of Feyenoord. En dat zat vol op bak, zat gewoon 35.000 man. Ja, ik ken nou dat ik van, als ik erover praat, het is zo'n mooie beleving. Ja. Beleving is dat. Vandaar altijd NEC gevolgd, vanaf mijn middelbare school zelf een tribunekaart gekocht. Ja. En dan was het altijd met je ouder, later ook met vrienden of zo dat je ging vanuit de middelbare school? De middelbare school ging ik met vrienden. En als we geen kaartje hadden, probeerden we hier onderlangs bij Staanplaats Oost, probeerden we onder de tribune door te komen. Onder dat komt toen nog allemaal, hè? Of een stempeltje te versieren, stempeltje nat maken voor het toilet. En even roepen, dus ja, een stempeltje. Oh, ik ben naar het toilet geweest. Oké, dat kwam. Okay. Zo kwam je op de. En soms had je iets toegehoord, of suppose nog. Ach, kom maar, jongen. Ja. En ja, dat zijn mooie tijden. Ja. Je bent later, na de middelbare school, bij naar Amsterdam gegaan. Wat ben je daar gaan doen? Ik ben penitentiair inrichtingswerker geworden. Oh. Oftewel gevangenisbewaker. Okay. En dat heb ik 40 jaar met alle plezier gedaan. En wanneer is de fotografie erbij gekomen bij je? Eigenlijk in die jaren. Toen had ik de financiële middelen om een fatsoenlijke camera aan te schaffen. En in Amsterdam kun je alles kopen, tweedehands. Dus dan kon je een betaalbare tweedehands camera. En toen ben ik een sportevenement afgegaan. Ik vond sowieso sporten al überhaupt mooi. Ja. Ik deed zelf toen de tijd aan kickboksen. En in de sportshal Zuid had je echt grote kickboksgala's, zoals we nu hebben. Maar had je toen ook al, maar dan moest je 400 gulden voor een kaartje. Ja goed, ik had toen financiële middelen, dus ik deed dat. En op een gegeven moment ging ik daar foto's maken, met de rolletjes nog. Extra hoog ontwikkelen, zodat hij nog een beetje kwaliteit. En af en toe kon er eentje aan de Telegraaf, vond ik verkopen. Oh. En dat was toen, daar kreeg je twee tientjes voor. Maar dat was gewoon leuk om te doen. En dan komt het moment, dan kom je hier weer terug in Nijmegen en in de Goffert. Heb je toen gelijk je fotocameraatje gepakt en hier naar binnen gegaan? Of hoe is dat gegaan? Ik ben gewoon op het vuurtjevak gezet, vak D was dat. En ben ik met mijn zoon daar gaan zitten, twee seizoenen lang, alleen maar kijken. Op een gegeven moment kwam mijn vrouw en mijn dochter erbij. Nou, dan dacht ik, oké, dan hoef ik niet meer op mijn zoon te letten. Dan kunnen jullie dat doen, dan neem ik een cameraatje mee, ga ik foto's maken. Dan heb ik een hele seizoen aan de kant van het uitvak heb ik alle doelpunten gefotografeerd. En ze zei voor zich, goh, dat is mooi, dan kunnen we onze site mee aankleden. Want wij hadden, ze hadden een overeenkomst met Pro-Shots. En zij mochten een paar foto's per wedstrijd mochten ze lenen. Maar op een gegeven moment mocht Pro-Shots er niet meer vanwege allerlei rechten. Dat heb ik wel gezegd, nou goed, zou jij dat dan willen doen? Nou, van daaruit ben ik een paar jaar later langzamerhand richting veld gekomen. En toen heb ik op het veld, zeg maar, mee mogen fotograferen. En toen, ja, ik had mijn uitrusting, had ik al. Dus toen kon ik mooie plaatjes schieten. En vanaf die tijd heb ik ook veel trainingen gevolgd, de jeugd gevolgd hier. Jasper Zillens is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die kende ik nog uit de tijd van de treffers als klein keepertje. Zei ik ga naar NEC toe. En hier zei hij, ik ga ooit naar Ajax toe. En bij Ajax zei ik ga ooit naar Barcelona toe. Het is hem ook allemaal gelukt. Hij heeft heel veel geluk gehad. Maar ja, ik heb nu nog steeds contact met hem. Als ik nu in het Nederlands elftal en hij pakt de redding 10 minuten voor het eind. Hij tikt de bal weg en ik heb naar hem van gewoon een mooie redding. Heb ik binnen een kwartier tot een half uur heb ik een berichtje terug, persoonlijk berichtje terug van me. Ik volg Renna ook al een aantal jaren en ik zie het ook in het amateur sporten van amateur velden waar je komt. Ze kennen je overal. Ja, maar jij zegt wel eens, ik ken niet iedereen, maar mij kennen ze wel overal. Ja, dat maar dat is gewoon omdat je gewoon elke zondag, elke zaterdag en zondag met je cameraatje bij al die clubs langs gaat? Meestal wel. Meestal plan ik wel wat. Tegenwoordig plan ik wat. Ik heb ook wat, bij sommige clubs heb ik vaste afspraken. Heb ik ook iets meer binding mee. En die volg ik dan wat intensiever. Maar in principe kan iedere club bij mij uitnodigen van, Cor, Rob,
zou je een keer bij ons, alleen helaas tegenwoordig kan dat niet meer helemaal van niks, want als je kijkt naar de reiskosten, als je kijkt naar de uitrusting die je hebt, dat kost gewoon kapitaal en mijn tijd. Maar ik vind het altijd leuk en ik volg het nog steeds en soms ga je gewoon niks te doen, dan ga je gewoon ergens naartoe. En dan dat is altijd erg wel een wedstrijd. En, ja, goed, tegenwoordig heb ik een vriendin en die zegt vaak, oh, ga wel mee. Ja. Er is veel veranderd natuurlijk, ook in de fotografie. Je zei het al, vroeger moest ik rolletjes wegbrengen. Ja, tegenwoordig gaat het digitaal, maar ook foto's worden op andere manieren nu tegenwoordig gebruikt. Ja. Nou ja, goed, daar heb ik ook wel een beetje last van gehad. Op social media's of tijdschriften of dagbladen, die denken dat ze dan een foto mogen lenen. Mm-hmm. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar dan moet je daar mee over gaan bellen en dan gooi ik wel af en toe eens energie in, ja. Maar het heeft misschien ook wel voordelen, want vroeger stond misschien de foto van jou in de krant bij het amateursport. Ja, maar tegenwoordig komen ze voorbij op Facebook, op Instagram, overal zie je jouw naam bij. Ik herken mijn foto duizenden. Zo heb ik toch een... tegenwoordig werk ik ook voor een business magazine, voor verschillende business magazine. Dat is wel via mijn netwerk en mijn tussen haakjes naamsbekendheid is dat voor te komen om... zou je een keer voor ons foto's willen maken? Ja, je loopt hier dus al heel wat jaren. Je fotografeert ook heel wat jaren. Daar zijn heel veel spelers ook voorbij gekomen natuurlijk. Waarbij je dan volgens mij ook op een bepaalde manier ook goede contacten hebt gelegd. Ja, gewoon zo'n voorbeeld. Lasse komt hier voor contracten tekenen. Komt bij mij langs. Hey Rob, hoe is het? Ja, Lasse zeun. Barreto, idemito. 8 jaar Italië, komt hier terug. Hij loopt het veld op, vlak voor de wedstrijd. Hij loopt terug en succes Rob. Maar dat is gewoon geweldig. Maar dat is ook de contacten die je opbouwt, dat je er kort bij zit. En gesprekken met die, ook andere gesprekken met die gasten hebt. Ik moet bekennen dat ik heel veel mooie spelers heb meegemaakt. En ik geloof maar 1 of 2 foto's heb waar ik samen met een speler op foto sta. Wat is je favoriete speler geweest voor de lens? Ja, voor de lens vind ik mooi. Als ik een speler kan pakken die scoort, of een mooie actie, en dan net zo'n artiest die de camera opvreet. Ik heb veel met die jonge jongens die nu zitten hier. Ja. Heb ik afspraken gemaakt van als je foto komt, ga je niet naar het 080 vak. Dan pak je mijn camera en dan duik je die camera dan. En dan zeg ik achter de camera, zeg ik die jongens, kom op, laat de emoties zien, juich. Ja, dat zijn prachtige bloed. Ja, dat is emotie, dat is de winst. Dat is in 1 foto de uitdrukking van die hele wedstrijd. Ja. En dat vind ik wel mooi. Maar goed, wat is nou jouw foto dan waar je het meest trots op bent? Waar je nu nog kijkt, als je die wel eens opzoekt en denkt, dit was van een speler, daar had ik... Ik kan niet zeggen dat ik 1 favoriet heb. Ik heb meerdere favorieten. Ik heb ook een teleurstellingsfoto van iemand. Dat hij echt helemaal doorheen zit, dat we gewoon zeggen, we hebben die gered. Nee. En dat vind ik dan ook een mooie emotie. Ja. En als je dan zo je eigen kant laat gaan en dan toch netjes op de foto kunt zetten. Wat ik probeer eigenlijk is dat als ik 5 foto's of 6 foto's online zet, dat ik daarmee een wedstrijdbeeld kan scheppen. Dus daar kun je zien van, er zat veel emotie in, er zat veel strijd in. Ja. Of er zat helemaal niks in. Zit jij op het veld, want je zit eigenlijk altijd, zie ik. Ja. Zit je daar nou als supporter, als fan of als echt fotograaf? Ik zit, als ik bij NEC zit ik voor 100% als fotograaf. Dan binnen het moment dat ik de eerste foto ga maken, de eerste actiefoto maak, dan ben ik fotograaf. Ja. Ga ik mijn uitwedstrijd mee, dan zit ik dan meer als fan. Okay. Dan vergeet ik soms wel eens te fotograferen. Ah, zo'n voorbeeld is HSV uit Europees voetbal. Ja. Met Mario Beentijd. Nou, elke biertje 2 keer op de paal. Dat ik op een gegeven moment zo daarin zit van, godverdomme, jammer, kom op. Hè? En ik moedig hem nog een keer aan dat op een gegeven moment de trainer van, of de keeper van HSV tegen me zegt, sinds je fotograaf worden, sinds je fan. Ik ben beide, maar ik ben voornamelijk ben ik fan. En hij zei, wil je mijn handschoenen? Nou, dat is ook een heel apart gegeven. Welke speler zou je nog een keer graag voor je camera willen hebben? Welke speler? Ja, ik ben, ik kan genieten van een Messi en een Ronaldo. Mm-hmm.
Maar om daar te zeggen van, nou, daar doe ik alles voor om daar ooit een keer foto van te maken. Nee, dat heb ik dus weer niet. Dat vind ik ze ook weer te groot gemaakt voor worden. Maar okay. Een mooie Engelse derby, flink stevig voetballen met flink wat hoge benen, overtredingen, of tenminste, overtredingen, het strijd, die passie die in het Engels zit. Ja, dat zou ik wel mooi vinden om daar een keer. Dus dat staat nog een keer bovenaan je lijstje als je dat nog een keer. Ja. Is nou ook nog wel eens een andere sport wie je graag nog eens een keer zou willen fotograferen? Ja, je hebt kickboksen. Ik heb ook een hele periode het ijshockey gevolgd op vrijdag. Ja. Maar ja, toen kwam op een gegeven moment NEC naar vrijdag toe. Ja. Dus dan wordt het dus niks meer. Nee. En nou goed, diverse staalsporten. Ik heb voor allerlei kranten en tijdschriften heb ik dat gevolgd. Ik bedoel, volleybal, basketbal, korfbal. Ik heb heel lang het amateurvoetbal in compleet Groesbeek. Dat zijn 8 verenigingen. Ja. Dat praat je op Groesbeek. Dat is vanaf Julia Lamalde tot Molenhoek tot Heumen. Ja. Dat hele gebied uit Groesbeek en Horst. Dat zijn 8 verenigingen. Heb ik de hele tijd voor de krant gevolgd. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Maar ja, dat is weer voetbal. Maar er is niet in sport dat je zegt van, nou, weet je, daar is nou nog wel eens iets, weet ik het, Formule 1 of... Ja, Formule 1. Formule 1 volg ik ook. Zelfs op het veld heb ik nog af en toe Formule 1 aanstaan. Oh. Als het een wedstrijd is waar wat minder gevoetbald wordt, dan heb ik een Formule 1, zal ik gelijk direct te kijken. Maar ja, dat vind ik dan ook wel leuk. Dat zou ik wel nog een keer doen. Maar... De rondje is alweer bijna afgelopen, Rob. Er zijn veel verhalen natuurlijk. Je hebt veel spelers verhalen. Je kent sommigen ook... Zelfs best wel privé, hè, dat je ermee hebt. Ja. Nou, als je bijvoorbeeld Mario Been, dan zie ik iedere week vaak als analist. Heb je nou ook wel eens een keer een spelletje meegehaald die er helemaal niks mee? Dat je denkt van, oh, ik ben blij dat hij weg is bij NEC. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik wat geroepen heb naar een speler toe die op dit moment niet meer bij NEC is, die dit jaar dan vertrekt. En dan zeg ik van, goh, Klojo, geef ze een beetje power, kom, geef ze een beetje strijd. Ja. En dat ik op een gegeven moment een appje krijg. Maar dan zit je er weer als fan. Ja, dan zit ik er weer als fan. Ja. Maar het was een saaie wedstrijd. Het was een 0-0 wedstrijd. We hadden gewoon kunnen en moeten winnen. En dan zit ik aan, dan krijg ik een appje van iemand. Die zegt, op, ik zit op ESPN te kijken. Je zit Okita uit te schelden. Kort daarna wordt de microfoon bij mij ook uitgezet. Hè? Ja. ESPN reageert er ook weer gelijk op. En dat zijn dingen, dat zet mijn emotie ook heel hoog. Dus ik zit als fotograaf, maar ook emotioneel betrokken bij je club. En daar hoop je het beste voor. En dat niet altijd lukt, daar heb ik ook vrede mee. Jij blijft het nog wel even doen, denk ik? Ik blijf het zo lang mogelijk doen. Heerlijk. Dus we hopen nog misschien wel weer een keer zo'n Europese topploeg die hier gewoon in het groepje komt. Precies. Rob, dankjewel graag gedaan. Voor de wandeling. Goed. En succes. Oké.